fucking is die stal? Nee, maar we hebben het helemaal met u eens. Ik ben het helemaal met u eens. Dan word je opgepakt. Maar ik is me goed aan. Nee, maar ik ben het helemaal niet eens. En daarom heb ik een model. Dat is een kartonnen box. Want er is een hoop leegstand. Daar willen we een beetje mee centjes verdienen hier. Er is een hoop leegstand op de bedrijfsruimte. Ja, nou ja. Dat maar er is woning genoeg voor iedereen. Zonder woning! Voor iedereen met geld! Mensen zonder geld kunnen aan het werk. Ik begrijp het helemaal. Het gaat om het geld, nietwaar? Ja, en dan moet er wel een beetje aan verdiend worden. Ja, armoede werken. Bijvoorbeeld de leuzen helemaal niet verstaan. Dus ik denk dat het iets met kraken te maken heeft. Dat kan ik uit het spandoek aflezen. Maar wat er geroepen wordt, dat kan ik niet verstaan. Nou, kijk, een van de dingen die in dit kabinet blijft liggen, is dat we heel nodig iets aan de huizenverdeling moeten doen, de hypotheekrente moeten doen enzovoort. En dat zijn allemaal factoren die woningmarkt bepalen en juist de misstanden niet weg kunnen halen. En ja, zoals het er nou naar uitziet, staan we weer 4 jaar stil, doen we daar niks aan, zolang deze groep in het kabinet blijft zitten. Dat is triest. Dat is mijn groep niet. Okay. Want dat is de groep die daar het minst aan wil doen. Okay. En dan helemaal gesteund natuurlijk door de PVV. Daar zou nodig iets aan moeten gebeuren. De woningmarkt, een van de dingen daarin, die ellendige hypotheekaftrek, die voor iedereen nog niet eens gelijk is. Want naarmate je inkomen hoger wordt, heb je meer lol van de hypotheekaftrek. En dat zijn van die dingen die fundamenteel veranderd moeten worden. En als we daar niks aan doen, dan gebeurt er ook niks met die woningmarkt. Dan ligt die, kijk maar naar de bouw, die doet niks. Als we niks bouwen, dan doen we ook niks aan de leegstand. En dat zijn structurele factoren die eens een keer aangepakt moeten worden. En nu blijven liggen. Zolang deze groep er zit. En de oppositie, weliswaar gisteren een demonstratie houdt, maar waar iedere oppositiepartij weer zijn eigen speech houdt en er niet één groepering ontstaat. Jongens, laten we ons vinden op deze punten en gezamenlijk optrekken. Misschien zijn we dan eerder dan 4 jaar van dit beleid af. De punten waar ze het een op zijn, die moeten ze pakken. En daarop gaan en niet gaan zitten denken aan daar waar de verschillen zitten. Nee, pak nou eerst die punten. En met name in de oppositie zitten wel stromingen om iets aan woning- en arbeidsmarkt te gaan doen. Dingen die de komende 4 jaar, als deze ploeg blijft zitten, niet onder de hamer komen. En dat is doodzonde, dat is niet goed. Money, 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 must be funny in a rich man's world. Money, 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 all is funny in a rich man's world. Speciaal voor krakers. Het gaat om dat we meer leegstand creëren in deze stad. En dat we er een beetje mee profit van maken, toch? Ja, precies. En dan deze mensen gewoon de kartonnen doos op. Ja, ja. Oké, okay, helemaal goed. Daar staat een pandje leeg! Daar staat een pandje leeg! Daar moet het geld zijn! Heeft u misschien een visitekaartje? Dan kunnen wij het project sturen. Dat stuur ik wel na. Oké. Okay. Ja, naar wie? Gaat via de fractie. En geeft u nog een extra krakelingetje aan Frank van Dalen, die sponsor in om het kraakverbod na te leveren? Voor Frankie. Wie is Frankie? Frank van Dalen. En dat is echt een man van Stavast en die zet zich enorm in om het kraakverbod te handhaven. En nou, ik zou zeggen, van, geef hem een extra krakelingetje. Ja. Ja. Of een speculantje. Een krakelingetje, toch? Ja. Fijne avond! Wet of geen wet, kraken gaat door! Wet of geen wet, kraken gaat door! Moet toch kunnen, of niet? Als het leeg is, dan... Waarom denk jij zo? Ja, omdat ik denk vrij. Ik bedoel, iedereen heeft recht. Als je daar wil zo wil gaan leven, ik bedoel, waarom niet? Is toch niet in gebruik, toch? Kraakrakelingen! Dit is ons project, het is een project. Kraakrakelingen! We hebben een manier! Kraakrakelingen!
beetje raar. Vandalen! En het is echt warm, hè? Toverend Bona heeft, en die heeft altijd een grote bek over krakers. Dus wij dachten van nou, dan zullen we eens laten zien wie we zijn. Ja. En we allemaal om hem te fokken. Dit is verder niet iets om... We zijn er nog steeds, en we gaan nog steeds kraken. Wat jij daarna nu niet, weet je wel. Ja, maar dan word je wel meegenomen. Ja, nou ja, dan dat maar. Nou, dan kun je lekker gratis wonen in de cel. Ben je wel eens in de cel geweest? Wel niet zo lekker, hè? Ja, nou, het is wel warm. Weet je hoe loopt, maar hij is zelf een kraker. Vet of geen vet, kraker gaat door! Vet of geen vet, kraker gaat door! Vet! Als het leeg staat, ja, dan kan ik me voorstellen dat dat benut moet worden. Vet door! Jelle! Ook nog een nieuw iets! Kraker gaat door! Jelle, ontruim je niet! Kraker gaat door! Jelle, ontruim je niet! Nou, dan is dit de oplossing niet waar. Helemaal goed. Om meer lege ruimtes, dat we een beetje kunnen doorgaan met speculeren. Want het gaat niet om mensen, het gaat om ruimtes. En veel plezier. Ik heb er weinig goede hoop van VVD, weet je. Dus, okay. Het is allemaal voor de rijken, weet je. We tellen niet mee, man. Simpele mensen tellen niet meer mee, weet je. Dus, maar ja. Ik zou ook een huis pakken. Als ik geen huis heb, dan staat een huis leeg. Moet je er kunnen wonen, toch? Sorry. Ja, dit is mijn mening tenminste. Okay. Want ja, dit soort lieden, dat kan wel kraken doorgaan. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, hè. We moeten winst maken op lege ruimte. Ja, een beetje geld maken, hè. Het om, hè. Dat gaan we een beetje geld maken met één huisje kopen, ander huisje verkopen, een beetje speculeren, hè. Zo komen we dan weer een beetje door de winter. En doe vooral de goed aan Frank van Dalen, want die zet zich keihard in voor het ontruimen van al die kraakpanden. Want wij willen graag meer lege ruimtes, hè. Want alleen als we lege ruimtes hebben, kunnen we een beetje speculeren, nietwaar? Dat begrijpt hij toch wel, hè? Bedoel, daar gaat het om. Het enige, the only reason to be in the business is counting the money. Gaat niet om mensen. Het gaat niet om mensen. Nee. Dat is prima. Oké. Money, money, money! Must be fun! In a rich man's world! Money, money, money! Always funny! In a rich man's world! Kartondoos, want nu met anti-kraakverbod. Ik denk dat dat soort types, dat kunnen we het beste maar gewoon hierin gaan slapen, toch niet waar? Maar we verkopen een goede prijs. En we hebben dan een beetje de receptie vieren. Hier zijn wat krakelingetjes. Wat krakelingetjes en we hebben ook speculantjes, als u dat wil. Dankjewel. Ik ben hier namens de fractie van GroenLinks. Oh, ja. En steun jullie. Maar u bent toch wel tegen het kraken, hè? Neem ik aan, toch? Tegen het kraken, ja, verschrikkelijk. Ja. Nee, want het is een dolle boel. Ik bedoel, het gaat om profit, hè? Het gaat niet om mensen. Nee. We hebben meer lege ruimtes nodig, hè? Dat absoluut, ja. Precies, met een beetje... En ook bouwen, hè? Zodat we nog gewoon blijven bouwen, bouwen. Het is ook goed voor de balans en de boekhouding. Dan gaat de winst een beetje naar beneden. Kijk maar, de Zuidas, geweldig. Ja. Allemaal lege bouwen. Wauw, dat is een fantastisch project. Kunnen we mega winst mee maken, niet waar? Ja, helemaal mee. Ja. Nee, dit is de toekomst. Voor dit soort jonge lieden. Als ik zelf eigenaar was van zo'n pand en ik doe er niks mee, dan zou je voor mij, bij mij mogen komen kraken. Maar misschien denken andere eigenaars er anders over. En ja, ik kan me voorstellen dat zij er blij mee zijn dat er een wet is tegen het kraken. Ik vind wel dat er meer woningen beschikbaar moeten komen. En jullie zijn aan de andere kant ook al lang aan het protesteren. Maar het heeft ook weinig zin. Ik hoop voor jullie dat het wel lukt hoor. Oké. Succes. Ja, bedankt. Dit is de oplossing, hè, voor het kraakverbod, hè? Ja, dat mensen in kartonnen dozen. Er moet meer gekraakt worden. Ja, precies. Hè? Zo is dat. Ja. Solidaire VVD'ers. Ja? Dat is de kartonnen box in verband met het kraakverbod. Ja. En al die lege ruimtes, dan is het goed als we de krakers een beetje uitdrijven. En dan is dit de oplossing, nietwaar? Ja. Top. De kwaliteit vraagt van echt U bent tegen het kraakverbod. En u bent ook VVD'er. Nee, ik ben 66. Ik weet er niet zo heel veel van, want ik woon niet in Amsterdam. Mm-hmm. Maar ja, als ponden heel lang leeg staan, vind ik dat je ze best mag kraken. Nou, omdat de woning nou het best hoog is in Amsterdam, hè? Toch? Uh-huh. Maar goed, het moet wel heel achtergelaten worden. Mm-hmm. Vind ik wel. Bij mij in Purmerend, waar ik vandaan kom? Uh-huh. Nee, er is niet zoveel woningnood. Nee. Ja, dan moet natuurlijk zo snel mogelijk opgelost worden. Maar ja, dat is al jaren, hè, die woningnood. Dus... Ik zou niet weten wat ik eraan zou moeten doen eigenlijk. Daar heb ik geen verstand van. Mm-hmm. Maar goed, ik denk dat het kraken van panden wel eens zal bijdragen. Dat de woningnood opgelost wordt, toch? Of niet helemaal, maar gedeeltelijk. Ik wens jullie veel succes. Maar ik heb geleerd nooit op de straat